Peloton kwam, had je de naam vlierenfluiter te zijn, een beetje een salonrenner. Je was al kampioen voor je eigenlijk aan het, met het fietsen begon, via de reputatie die je vooruitsnelde van, door je broers en zo. Ik ben beroeprenner geworden en ik had op dat moment 400 koersen gewonnen. Ik werd beroeprenner en de eerste dag toen ik beroeprenner werd, waren alle journalisten daar, tv's waren daar. Ik was op dat moment vedette. Dan reeds al. En ik had nog niks gewonnen bij de beroeprenners. En ik heb die reputatie gans mijn leven meegekregen. En dat is ook misschien een beetje verkeerd overgekomen naar mezelf. Voor mezelf. Want toen ik beroeprenner werd, ik was al de man. Waar ik kwam, mensen kwamen zelfs al handtekeningen vragen naar mij. Ik was een vedette. En ik dacht altijd, oké, als ik vandaag de Ronde van Vlaanderen niet win, dan komt dat morgen wel. Alhoewel dat ik mijn tweede jaar vlakbij een overwinning was. Tweede plaats. Oké, Parijs-Roubaix was vierde plaats. Dat was... Maar ik was niet bezeten van, oké, goed jongens, volgend jaar zijn we daar terug. Maar de jaren gaan zo snel, dat je 30 wordt en dan denk je, oei, nu is de tijd, want nu is het te laat. En ik heb zo'n beetje deze euforische toestand geleefd, als beroepsrenner. Je had meer kunnen winnen. Ik had veel meer kunnen winnen, ja. Maar ik ga niet zeggen dat ik niet gelukkig ben met mijn carrière, want ik heb veel wedstrijden gewonnen. Ik spreek altijd over de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Groene Trui in de Tour. Over dat ik twee keer in Adelbeek gewonnen heb, of dat ik gewonnen heb op de Alsenberg, dat ik gewonnen heb in Waregem, dat ik ritten gewonnen heb in Italië, in Spanje, in overal. Ik heb bijna overal gewonnen. Daar spreek ik niet van. Maar ik kon veel meer. I have a dream. De avond voor Parijs-Roubaix, die ik gewonnen heb, krijg ik een droom. En ik krijg een droom. En ik win Parijs-Roubaix in die droom op een spectaculaire manier. Ik ga weg, ik ben weg. Wind op kop, ik ben weg alleen. Oké, ja, goed, ja. Ik rijd door. Een minuut, twee minuten. Peter Post komt bij mij, Walter komt bij mij. Mijn broer was dan ook sportdirecteur, maar samen met Peter Post. Hij zei, zot jongen, wat ga ik doen? Ik zeg, laat mij maar doen. Ik zeg, het is mijn dag. Ik mocht dat vragen, ik zeg, laat mij maar doen. Dat was dan nog 80 kilometer. Ik zeg, laat mij gerust. Grote paniek. Hè? Ik was de favoriet. En ik win Parijs-Roubaix met 2 millimeter. De rest van de verhaal moet ik niet vertellen, maar ik kom in Parijs-Roubaix en ik win met 2 millimeter. En dan kom je over die meet, maar dan denk je, god in de nacht, ik heb dat ook gedroomd. Allee, goed, ik geef de persconferentie en ik zeg, heren van de pers, in alle talen, ik zeg, dat was mijn droom. Ik zeg, voor mij is dat het einde. En dat zijn woorden geworden voor mij, die dus effectief de waarheid waren. Want ik zei het nog een keer, ik zeg, dat was mijn droom. Het was het einde. Het was het einde. Ik zei, ik gebruikte die woorden, dat is het einde, dat is mijn droom. Ik heb geen enkele wedstrijd meer gewonnen sinds Parijs-Roubaix. En gedaan met koersen. En dan die rugblessure. Anders zou ik mijn trend verder gezet hebben. Ik zou graag Milan-Sanremo nog gewonnen hebben. Op een andere manier, of altijd wachten van de spurt, voor de spurt. En ik zou meerdere klassiekers gewonnen hebben op een andere manier. Ik ben ervan overtuigd. Mijn eerste reacties na mijn carrière was... En ik had nog de naam van een beetje vlierenfluiter te zijn... Maar ik kon verschrikkelijk veel afzien, enorm veel afzien. En mijn eerste ding is waar ik interesse naar had, toen ik gestopt was met koersen, was naar pijn. En waar vond je die? Kun je niet vinden in het dagelijks leven. U kan gedemoraliseerd zijn, u kan teleurgesteld zijn in het dagelijks leven van mensen, maar dat is geen pijn. Dat is een kerfje in uw hart, maar pijn is anders. Als je Parijs-Roubaix rijdt, om een voorbeeld te geven, ik was een renner. Ik droeg nooit handschoentjes. Ik reed altijd met de pure handen. Levensgevaarlijk als je een valpartij betrokken bent of zo. Maar om je een voorbeeld te geven, wat is pijn? Die merk kan dat veel beter zeggen dan ik natuurlijk. Maar ik in mijn geval, Parijs-Roubaix rijden over de stenen. Er komen blaren in je wanden. Blaren van 5 centimeter groot. En dan toch moet je de bloed erdoor. Dus dat is pijn. Maar nu komt het mooiste. Op dat moment, terwijl je bezig bent in een Parijs-Roubaix, voel je dat niet. Want de rest doet te veel pijn. Dus dat is, denk ik, vrij goed uitgelegd. Die pijn van je handen voel je maar pas als je over de meet bent. Als die rug ophoudt met pijn te doen, als die knieën stoppen met pijn doen. En dat is voor mij pijn. Dus
De grens verleggen, dat is het. Maar het verlangen naar afzien na de carrière, heb je mevrouw Plankaert een zweepje gegeven? Ik heb dat zweepje. Nee, maar mevrouw, die is daar nu nog altijd van verrast hoeveel pijn ik kan verdragen. Pijn, dat bestaat niet. Snel en niet bang? Helemaal niet. Nooit bang geweest. Ik heb ook nooit gevallen in de massasport. Berekend tot en met. Er zijn veel renners, type Nelissen. Supersnel, maar onberekend. Van der Aarde. Vele gevallen. Snel. Slingerplanten. Ja. Veel spurters. Ik heb altijd geredeneerd. Ik heb nooit gevallen. Ik heb misschien 2000, ik weet niet hoeveel massaspurten ik betwist heb. Iedere keer als er een massaspurt was, moest ik spurten. Maar ik heb nooit gevallen. Nooit iemand toevallen in een massaspurt. En ik was altijd, en iedereen had schrik. Gewoon. Ik kon er niet door, maar ik reed er door. En ze wisten dat. En ik had geen schrik, nee. Helemaal niet. Nooit. Nu nog niet. Als de grens er is, dan mag gebeuren wat er wilt. Als dat gordijntje nu dicht gaat, dan heb ik geen schrik. Dan is het maar wat er komt. Wel een gentleman, niet iemand die met drinkbussen gooit. Ik heb ooit... In volle sprint. Ik heb het nooit gedaan, want ik had nooit mijn drinkbus niet bij mij. Dat is een teken van onprofessioneel te zijn. Tom Steels, luister maar. Dat is... Een spurter zal nooit... dat is overgewicht. Al is het maar 5 gram. Ik kan toch nooit een bidon meenemen naar de meet toe. Die gooi je weg op 2 kilometer van de meet. Of 5 kilometer van de meet. Maar nee, om daarbij bij stil te staan. Dat is een fout van die jongen, maar... Dat is ook de agressiviteit van een spurter. Wat ik wel gedaan heb, ik heb ooit andere dingen gedaan. Niet met een bidon gegooid. Juist in de Tour de France, stel je maar voor de camera's. Er gebeuren veel andere dingen Wat heb je dan gedaan? Bijvoorbeeld met de Cipollini. Nu de snelste aller tijden. Dat was in de beginperiode van Cipollini, dat hij gewoon aan mij kon wringen. De laatste 400-500 meter. Ik was geklopt in de Ronde van Italië, ik was misschien nog derde, vierde. En hij was nog aan het manoeuvreren om echt nog een plaatsje mee te snoepen. En ik pak hem gewoon vast dan. Dan gebeurt er iets, dat maakt het me niet meer uit. Dan heb ik hem gewoon vastgepakt. En hij is hier bij mij, heb ik hem bij mij getrokken aan 60, 70 per uur. Hier tegen mij. En over de meet zijn we beginnen vechten. Maar goed, dat zijn spurters. Een ander voorbeeld, Castin, die kwam ooit bij mij. Dat was de gevarenman in Frankrijk, die had geen schrik. In Frankrijk zijn geen valhelmen verplicht, maar de laatste 2 kilometer, of de laatste 5 kilometer, gebruikte hij altijd zijn valhelmke. Hij had dat altijd bij. Dus die man, die wilde vallen. En die had geen schrik. En wij zaten, dat was aankomst in Saint-Étienne, denk ik, in Parijs-Nice. En ik was in positie, ik was de positie met de ploegmaats voor mij. En die komt daar echt met zijn kop tegen mij, zo... Alla Keirin, ik weet niet of je op de hoogte bent van Keirin. Alles kan, alles mag. Maar niet daar, hè. En we rijden misschien aan 80 per uur. Een lichte afdaling, naar de massaspurt toe. En ik neem hem gewoon vast, zijn stuur vast. En ik zeg, dat meen ik dan ook. Als je dan, dat wisten ze dan. Dan zeg ik tegen hem, kijk, als ik nu stopt, trek ik. Maar wat bedoel je daarmee? Als je iemand zijn stuur vastneemt, en je trekt eraan, dan zit hij kapot. Dan vliegen er misschien 50 renners boven u op. Maar dat doe ik dan ook. En dat is mijn stijl, altijd mijn stijl geweest. Ik neem hem vast en ik zei hem dat. Nooit geen miserie meer gehad. Ja, toch schrik. Ik niet. Dat is verschil. Ja, oké, jongens. Is wielrennen een katholieke sport? Je ziet de Flandriëns vroeger, nu is het wat minder. Ze slaan toch een kruis voor de wedstrijd. Je moet ergens een oude vast hebben en het kruisteken. Oké, ik heb nooit geen wedstrijd vertrokken zonder een kruisteken. Nooit, in heel mijn leven. Maar ben ik daarom katholiek? Ja, uiteraard wel. Ik ben katholiek opgevoed. Maar het is ook een beetje een soort, misschien een soort, alle geloof is bijgeloof. En misschien is dat kruisteken juist het bijgeloof van. Maar als je in de massaspurt zit en godverd, miljarden, dan ben je al in strijd met je kruisteken. Dus het is een soort bijgeloof, denk ik. Een soort, de waar je ergens een soort vertrouwen zoekt. Want wie kan je vertrouwen geven? Niemand. Op de fiets ben je alleen. En het vertrouwen moet van ergens komen. En ben je alleen op de fiets? Alleen op de fiets, ja. Op de fiets. Iedereen mag zeggen, oké, sportdirecteur is dit, de microfoontjes zijn er nu, of de koptelefoontjes zijn er nu, maar je bent alleen. Je moet de beslissing nemen, je moet het doen, je moet door die pijngrens heen. En je bent uiteraard alleen. Zeker en vast. Maar dat wil je toch graag? Uiteraard. Alleen zijn? Ik kon genieten. Ik wil... Mijn grootste kracht neem ik altijd, en dat zal waarschijnlijk door mijn yoga-leven komen. Ik doe yoga van mijn 14 jaar. Maar mijn grootste kracht neem ik altijd uit mijn eenzame meditatie. Ik vraag dikwijls mijn vrouw, alsjeblieft, ga een halve dag weg met de kinderen. Laat mij alleen thuis.
Gewoon, die eenzaamheid geeft mij sterkte. Altijd. En als ik om het even waar ben en ik kan profiteren van een uurtje eenzaamheid, dan neem ik er gebruik van. Je hunkert naar eenzaamheid, maar je bent ook een showman in alle spelprogramma's. Ja. Laat je zien, je gaat ergens drummen. Ik vraag me nog af, ik ben 6 jaar gestopt met koersen. Ik zeg het, ik ben de knapste van België niet. En toch vragen ze mij allemaal. En waarom? Oké, goed, ik kan misschien wat plezant doen. Maar er zijn 1001 mensen die plezant kunnen doen. En waarom doe ik het wel nu? Waarom neem ik nu wel de tv-optredens aan? Ik zit ook in de zakenwereld. En ik moet het een beetje combineren. Zolang dat je in de publiciteit blijft, is het makkelijker voor de deuren te laten opengaan. En dat merk je maar al te duidelijk. Als je 5 keer op tv geweest bent, en 2 keer in de krant, en de mensen zien je, ah ja, ah, oké. En het is allemaal gemakkelijker, op die manier. En ik neem dat uiteraard mee. Maar ik hunker er niet naar om showman te zijn, zeker en vast niet. Want de dag zal komen dat er ooit eens geen show meer is, dat is zeker en vast. Maar dan gaan ze nog komen. Dan gaan ze zeggen, die een halve garen is toch weggevlucht. En hij zit daar ergens, maar dan gaan ze nog komen. Je wil nog de wereld in, hè? Ik wil de wereld in elk geval, ja. In elk geval. Het laat me niet los. En ik denk dat mijn overgrootmoeder ooit een zondeke gedaan heeft met een zigeuner of zo, want het bloed zit erin. En ik wil zien. Ik heb nu de vliegangst overwonnen en vroeger durfde ik niet het vliegtuig stappen, maar nu heb ik daar geen probleem mee. Bijvoorbeeld, deze maand ga ik zeker nog naar Turkije. Litouwen staat nog op het programma, dan vrij snel Indonesië. En ik vrees dat ik ooit in een land zal aankomen, als ik ooit wat meer op mijn effen ben in de zakenwereld. Wat bedoel je daarmee? Dat alles goed georganiseerd is, dat alles goed draait. Kan het goed gebeuren dat ik ooit zeg tegen mijn vrouw, ik zit in Indonesië, kom maar af. Met de kinderen. Dat is zo... En als ze niet komt? Dan komt ze niet. Ik ben extreem in alles wat ik doe. En dat is het probleem. Mijn extreem. Dat is een serieus probleem. Heb jij nog de intrede van EPO in het peloton meegemaakt? Ik denk de laatste 2 jaar dat ik beroepsrenner was EPO reeds in het peloton. En EPO is een fantastisch product. Je moet rekenen dat je daar, als u dat gebruikt en de concurrent niet, dan ben je toch van tot 12 à 15% beter. En dit op topniveau. Dus dat betekent toch al iets. En levensgevaarlijk, denk ik, ja. Zelf gebruikt? Ja. 1 periode. Super. Subliem. Alles gewonnen? Sterk. Waarom die alles winnen, maar sterk. Zo sterk. Natuurlijk, nu zitten ze met het probleem. De kleinste renner gebruikt het nu. Dus zij moeten op naar beter. Maar je zegt, ik heb het zelf gebruikt. Was je een zware pakker? Oeh. Ik ga een beetje koffie drinken, dat was mijn preparaat, een beetje koffie. Ik denk dat vele renners dat weten van mijn generatie. Ik mag zeggen, ik was de uitzondering in de regel, denk ik. En daar bedoel ik niks negatief mee, maar ik reed gewoon op mijn koninginnenbrei, mijn ginzink, een beetje cafeïne. Dat was het voor mij. Goed eten en dan goede vitamines bijhouden. Dat was voor mij de regel. En vele doktoren, mensen die mij ooit medisch begeleid hebben, die weten dat maar al te goed. Ik was vies van. Uiteraard, als je beroepsrenner bent, probeer je het. Ik heb ooit amfetamine gebruikt. En wie zegt dat hij dat niet gebruikt, is dat beroepsrenner is een zevenaar. Iedereen weet. En iemand die zegt dat amfetamines niks doen, is nog een grotere zevenaar. Want het is een enorm verschil. En het is niet van 10%, maar dat is van 20, 30, 40% dat je verbetert. En dat is het gevaar voor mensen, als je dat gebruikt en je bent daar beter. Trouwens, is ook het gevaar in het dagelijks leven. Je voelt zich goed. Alles kan. Dat je het gaat verder gebruiken, en dat is het probleem. En dat is niet enkel in de wielersport. En ik ga dat nu niet verschonen, de wielersport, maar in alle sporten. En de wielersport is voor mij op dit moment een van de zuiverste sporten die er zijn. Want de periode van vele jaren terug, dan was amfetamine het peloton. Het is niet te bannen uit het peloton, het hele EPO-spul. EPO is eruit te bannen, uiteraard. Want wat ze nu aan het doen zijn, laten we zeggen dat ze daar een goede systeem op gevonden hebben. Maar om het te controleren, maar dan gaan er... Laten we nu een keer eerlijk zijn.
De stroper en de bosjager. Wie is er de eerste? De stroper. Altijd. Die is altijd voor de boswachter. Dus dat zal ook zo zijn in de wielersport, dat zal ook zo zijn in de autosport. Medische mensen worden aangetrokken in de wielersport. In alle sporten. Ik ga voor algemene. Medische mensen worden aangetrokken toch niet om een afspotje voor te schrijven. Waarom? Om de renner in, op die lijn te brengen dat, juist, dat het juist kan. Die grens te brengen. En het is commercieel. Mensen steken daar 200-300 miljoen in. Dus het is commercieel gezien. Dus wat, waar komt het op neer? Dat de sporter ergens iets brengt. Wanneer brengt hij iets als hij goed is? Dus eigenlijk degene die niet pakt, is de idioot? Nee, dat zou ik niet zeggen. Nee. Daar moet je niet. Nee. Iemand die niet pakt, is een slimme. Maar iemand die het doet op eigen houtje, is een stommerik. En die lopen er nog genoeg rond. Maar als je goed begeleid bent, medisch begeleid, mensen die gestudeerd hebben, in overleg met die mensen, samen praten, dat je naar de top moet, dat je naar die grens moet. Oké, doe het onder medische begeleiding, maar god, ga niet zelf gaan klungelen. En dat is verkeerd, dat is stom. Jij zou meer gewonnen hebben als je meer... Mooi, 1000 keer. En misschien heb ik wel eens op de tijd gedaan om dat nooit meer te gebruiken. Gecontroleerd. Spijt? Ik heb niet veel dingen spijt. Nee, ik heb nooit geen spijt van gedane dingen. Ik zal nooit het woord spijt gebruiken. Dat is mijn opvatting, maar... Het zou mooi geweest zijn dat ik hier kunnen zeggen, ik heb 3 keer Parijs-Roubaix gewonnen. Ik heb 3 keer Ronde van Vlaanderen gewonnen, ik heb de Ronde van Lombardije een keer gewonnen. Dat zou mooi zijn om dat te vertellen, maar ben je daarom rijker? Oké, ja. Had ik het meer moeten gebruiken, was ik nu een schatrijke mens. Maar in één keer zag je ook vorig jaar Joop Plankaert, Peter Farah zijn, als nieuwe vedette over de bergen walsen. Was dat natuurlijk, denk je? Ik veronderstel van wel. Ik durf me niet uitspreken over wat er in een ploeg allemaal gebeurt, maar ik weet één ding zeker en ik heb met Joop, de zoon van Willy, Joop Plankaert erover gepraat. En ik weet maar al te goed dat die jongen tegen mij nooit liegt. Zo geen ding is. En hij zegt tegen mij dat hij dat allemaal op zijn eigen, op de normale wijze doet. En om bij Joop Plankaert stil te staan, als die maar beseft ooit een keer wat hij kan, dan zal hij nog veel meer laten zien. Maar dat is, als wij praten over, als ik een paliter ben, als ik een spiegelvogel was, dan is hij eigenlijk manneke pies of pijke zot uit het kaartspel. Want die man, die kan zoveel meer en die snapt het gewoon niet. Die leeft er zeker en vast niet voor. De dag dat hij dat begrijpt, zullen we nog veel goed zien van hem. Zeker en vast. Heb jij zelf renners bewonderd? Ja, uiteraard. Ik heb veel renners bewonderd. Ik heb Francesco Moser, dat was mijn groot voorbeeld. En toen ik die man zag, ik kon dan een vedetteke zijn in ons land. En als je dan bij een Francesco Moser rijdt, als je dan 22 jaar bent en hij komt daarnaast, dan durfde ik hem nog niet aankijken. Dat meen ik echt waar. Dat was een keer naar achter hem rijden, naar zijn benen kijken. En een keer toevallig een keer passeren en proberen een keer oogcontact te krijgen. Nog geen goede dag durven zeggen. En dat meen ik echt waar. Dat was ook zo. Dat verbeterde uiteraard natuurlijk wel, want die mens was zodanig sympathiek dat hij zelf goede dag zei. Maar ik bedoel maar, Merckx, er hangt trouwens nog een foto van mij, van Merckx en mij op de slaapkamer. Dus Merckx is voor mij ook altijd iemand, Merckx is Merckx. Ik zeg altijd Merckx is Merckx. Maar Moser, Gino, ik heb Gino zo bewonderd, die man. Dat was iemand om een verhaal te vertellen van Gino. In Parijs-Nice, we waren met een man of 10 voorop. En na een bocht is er een manifestatie. Een grote staking, 400-500 mensen staan daar. En dat was zo'n licht klimmetje. Dus de wagens die er voorop reden, de motards, die staan allemaal stil. Hop, grote paniek. En wat gebeurt er? Dat was nog de tijd van de voetriemkes. Dus nu is het allemaal met de klippedalen, loopedalen. Met de voetriemkes. Dus iedereen maakt zijn voetriemkes los. Want dat is waa, waa, waa. Echt van die mannen. En Gino, ik weet niet, misschien reed hij wel onder die... Maar die rijdt gewoon door het dwars doorheen. Zijn voetriemkes niet los. Niks. Die rijdt gewoon in die massa in, patat. En die valt natuurlijk. Doe dat maar. Dat is gewoon precies tegen de muur rijden. Maar dan komt de straf er nog. En dan springt hij rechtop. Er staan 400-500 mensen stonden daar en met dit te vechten. En dan denk je, amai. Dat zijn toch mannen. Jij behoorde tot een dynastie. De Plankaerts, moeder Gusta. De metafoor van... Ja. Van alle wielerwedstrijden ter wereld. Ja. De Plankaerts-dynastie. Dat is wat, hè.
En je zoon? Wel, ik verwacht er veel van en ik verwacht er niks van. Dat is vrij eenvoudig te verklaren. Hij heeft talent. Het is natuurlijk een andere kruising, er is een andere as bij. De familie Willy Plankaert is juist hetzelfde. De combinatie, de ideale combinatie was moeder Plankaert met vader Gaston. Dat was, heeft ze bewezen. Drie zonen, drie goede renners. Jo Plankaert is een andere combinatie. Hier zit er ook een andere combinatie in, ander bloed. Maar ik kan het. Dat is duidelijk. Maar ik weet niet of hij geïnteresseerd is. Hij mag doen wat hij wil. Maar als hij wil, kan hij het. Dat is zeker. Maar is dat nu zo? Bestaat er iets van bijna Siciliaanse gehechtheid tussen die families? Je broers, jij? Het moet in elk geval iets zijn. Wij zijn een ras, ik weet niet wat voor een ras wij zijn. Mijn moeder is voor mij erg. Mijn zusters en mijn broers. Dat is wonderbaar. Mijn vader heb ik niet gekend, maar daar komt niemand niet aan. En ook niet. Ik mag nog woorden hebben met mijn broer, maar als hij morgen, ik zeg maar iets, dan sla ik die mens kapot die eraan komt. Ik bedoel maar, het is een band. En ik denk dat die band vooral gesmeden is door moeder Gusta. Met degene die je niet gekend hebt, je vader, ja, heb je het meest gemist? Ja, want En ik eigenlijk ga ik ook nog een boek schrijven, dat zal er allemaal in verschijnen. Dat gaat er allemaal in verschijnen. Maar ik ga u een klein beetje vertellen. Een klein beetje. Mijn vader is gestorven en opeens krijg ik hallucinaties, visioenen. Ik weet niet wat ik krijg. Niemand kan me redden. 6, 7 jaar, 8 jaar, 9 jaar. Dokters komen. Niks meer te doen. Muren kwamen naar mij. Ik zag dit, ik zag dat. Oké, goed, ja. Geleerd aan mijn leven. Vandaar dat ik yoga bestudeerd heb. En ik heb mezelf genezen. Niemand heeft mij genezen, ikzelf. Dus gewoon, nu is het gedaan met dat gevoel. En ik ga je onmiddellijk verklaren en ik ga terug naar mijn vader toestaan. En dat gevoel is bij mij blijven hangen tot, ik durf het gemakkelijk bekennen. Ik had het onder controle wanneer ik 14 was. Had ik het onder controle. Want dat gevoel was niet weg. En ik werd 30 en ik werd 32. En dat gevoel was er nog, maar ik had er geen schrik meer van. Laat maar komen, dat gevoel. Maar ik daagde het ook niet uit. Want ik heb staan bidden bij moeder Maria. Alsjeblieft, help mij er vanaf. Ja, wanneer heb je een afscheid genomen? Vorig jaar. Vorig jaar? Ja. Maar hij is al 20 jaar dood. Ja, maar dat... Mijn vader heeft hier rondgezweefd. Ik ben 100%... Mensen zullen misschien wel zeggen, Plankaert slaat helemaal door, maar ik sla niet door. Maar vader Plankaert heeft hier rondgezweefd. En hoe heb je dan afscheid genomen? Met een sigaret. In Litouwen heb ik afscheid genomen aan een tafel. Ik rookte graag een sigaretje. Ik drink graag een whiskytje. Ik ben geen dronkaard, maar als een whiskytje durf ik drinken. En na het eten zou ik durven een sigaretje omsteken. Maar ik was een gelegenheidsroker tot en met. Was. 5 pakjes op een jaar. Dus dat is zeer, zeer miniem. En er was nog geen sigaret in de pak. En na het eten. En ik was zo een beetje emotioneel. En ik weet het niet. Dat was een ingeving. Dat is uw afscheid met uw vader. Die laatste sigaret. En ik heb die sigaret opstoken. Ik heb ze opgerookt. Ik durfde bijna niet aan te trekken. En ik heb die 2, 3 minuten... Dat was fantastisch. De tranen stroomden uit mijn ogen. Gelukkig hebben me niet veel mensen gezien, maar de mensen die mij zagen, die dachten, ja, die zit crimineel zat, maar dat komt mij niet bom. Heb ik mijn sigaretten opgerookt. En dan, die sigaret wordt zo korter en korter en korter en korter. En dan is er nog 1 keer te trekken. En dat heb ik ook getrokken. Maar dat is ongelooflijk. Dus het afscheid... Ik had 3 minuten tijd om afscheid te nemen van mijn vader. Ik heb alles opgespaard. As, peuksken, alles opgespaard in mijn serviet. Meegepakt en dat gaat nooit meer weg. En ik zal nooit meer roken. Dat was ook mijn belofte om dat te mogen meemaken. Dus die as van die sigaret zit nu hier ergens in het huis verborgen? Ja. En ik zal nooit meer roken. U mag morgen, en vele mensen mogen de proef doen met mij. Tabaksfabrikanten, ik heb er niks tegenover. Dat ze mij morgen 10 miljoen bieden om een sigaret te roken. Nee, kan niet. Dat is uitgesloten, dat is mijn karakter. En ik zal nooit geen sigaret meer roken in mijn leven. Alhoewel dat ik soms koesting heb. En nu zit je elke maand in Litouwen? Elke maand, ja. Elke maand, een week, 10 dagen in Litouwen. Maar de ex-Sovjet-republieken staan bekend voor hun maffiapraktijken. Ja. Last van? Nee. Maffia wordt gebruikt natuurlijk. En natuurlijk, er is maffia. Als ik morgen 100 miljoen per maand zou verdienen, zal de maffia daar wel zijn.
dan zullen ze er ook in België zijn. Dan zullen ze er ook in Antwerpen zijn, dan zullen ze er ook in Frankrijk, in heel de wereld zijn. Ik bedoel maar. Maar ik heb er eigenlijk zeer weinig last van. Zeer weinig. Wat is maffia? De zware maffia is enkel geïnteresseerd in zwaar geld. Serieus geld. Zwaar geld. Grote verdiensten. En dan heb je de kleine corruptie. In Brussel stelen ze iedere dag wagens. In Litouwen is dat nog een braaf land. Wat doen ze daar? Ze stelen de radio's, ze slaan die weer uit. Dat gebeurt. Ze stelen een computer. Oké. Okay. Maar ik bedoel maar... Nee, met maffia niet echt. Maar stel nu dat je zegt... Oké, okay, ik ben een rijke mens. En ik heb hier 100, 200 miljoen te veel. Ik ga investeren in Litouwen. Ik alleen. Ik zeg maar iets. Of u alleen. Dan heb je problemen. Je moet die mensen betrekken in... En dat hoeft erom geen maffia te zijn. Maar de mensen waar je mee samenwerkt... Laat die mensen geld verdienen. Waarom niet? Dat is toch in België ook zo? Als... En dan heb je geen probleem. Je hebt hier buiten een prachtige Porsche staan. Ja. Dat is... Ik ben al... Sinds 10 jaar Porschist, zoals ze het noemen. Profeet met Porsche. Mooie combinatie, hè? De profiest. Dat is het enige wat in mijn leven helpt als luxe. Snelheid. Berekenheid. De kracht van. Er is altijd overschot. Er kan altijd meer. En er is zeker geen nieuwe Porsche, dat ga ik erbij zeggen. Met een andere Porsche was ook zeker geen nieuwe. Ik koop dat altijd tweedehands. Maar goed, het is een Porsche. En oké, okay, neem mij dat af, dan ben ik... Wat moet ik hier dan nog bewijzen? Allee, dat is iets... Niet van bewijzen of zo, maar dat is gewoon mijn fantasietje. Zou je ook terug arm kunnen leven? Ik leef arm. Die Porsche buiten beschouwing, ik leef arm. Ik leef zeker en vast niet rijk. Renners wonen meestal in zo'n rennersvilla. Ja, ik heb het mooiste huisje gehad van België, om maar hiervan spreken. Ik was 22 jaar, een kast van een kasteel. Prachtig huis. Ik zeg tegen mijn vrouw, ik aard mij hier niet. Nieuw huis, heeft geen ziel. Mocht mij een nieuw huis geven voor dit hier? Nee, helemaal niet. Nooit meer. Dan voel je je een artiest? Wij zijn allemaal artiest, denk ik, maar ik heb wel... Een kunstzinnig mens? Ik veronderstel dat wel. Als ik tijd heb, ja. Ik zou ooit schilderen ook. Dat staat vast. Ik kan niet schilderen, maar ik ga schilderen. En wat is het artistieke in een schilderij? Een landschap. Als ik morgen 3 jaar naar school ga, teken ik een landschap. Een prachtig landschap. Of 2 jaar naar school. Naar de Laat-Hemse school. Ik ga machtige landschappen schilderen. Dat is niet moeilijk. Maar een landschap schilderen of iets schilderen... waar er wat in zit. En dat is voor mij kunst. Ik bewonder kunst. Wat is bijvoorbeeld, wat ga ik schilderen? Ik ga schilderen als ik op een beetje leeftijd ben. En de schilderij zal zijn wat er in mij omgaat. Dat gaat geen landschap zijn, dat gaat geen... Ik formuleer het altijd als dit. Als ik op dat moment, misschien sluit ik wel mijn ogen, een doek, een boom, een bos, ik zie mij rustig zitten. En misschien schilder ik wel een koffiekan. Omdat ik dan op een koffiekan denk. Ik zeg maar. Maar wordt het wel eens rustig in je hoofd? Ja, in de eenzaamheid. Anders niet. Mijn vrouw die zegt dat thuis een keer tegen mij. Wanneer gaat de heineken op je gemak zijn? Wanneer wil de heineken? Waarom altijd? Waarom altijd dat pijnigen? Waarom altijd dat extreem? Waarom altijd verder gaan? Ik weet dat zelf niet. Ik zie dus hier op een balk. De mens is slechts ongelukkig omdat hij niet weet dat hij gelukkig is. Die zin heb jij erop geschreven. Ja. Eigenlijk zou iedere balk moeten volstaan met spreuken en gezegden. En ideeën over mezelf, of over wat ik zelf uitvind. Dat is vrij simpel. De mens is slechts ongelukkig omdat jij niet weet dat jij gelukkig is. Ja. Dus als je daar een beetje bij nadenkt, dan weet je dat wij allemaal gelukkig moeten zijn, omdat wij zijn een geschenk van God in feite. Wij hebben de wereld, en wij hebben alles, en wij hebben veel nodig om gelukkig te zijn. Nochtans, alhoewel het niet hoeft om veel nodig te hebben om gelukkig te zijn. Ik heb dat geleerd in mijn laatste jaren toen ik bij de profs was. Ik heb veel meegemaakt in mijn carrière, alle luxe meegemaakt. En op een bepaald moment was het over. Over en uit en gedaan. En ik ben teruggestapt naar de eenvoudige, simpele dingen. En vandaar deze spreuk. Ik ben een rare kerel. Ik zou mij graag zelf ontdekken en ik vind het altijd niet. Wat erin zit, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet.